Hey weegschaal, hoe gaat het met de weegschaal? Dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor de likes, de reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je geen abonnee, klik op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Weegschaal, het is een algemene reading, kan niet met iedereen resoneren. Gooi het gewoon weg als het niet met je resoneert. Universum. De beste kaarten voor sterrenbeeld Weegschaal. Sterrenbeeld Weegschaal, zevende huis. Excuses. En wordt geregeerd door de planeet Venus. Eén moment. Even buiten beeld drinken. Anders zie je het merk in beeld. Ik heb niet altijd een glas bij me, maar soms ook een flesje. Sterrenbeeld Weegschaal. What's going on, Weegschaal? Luchtteken Weegschaal. King of Pentacles, Queen of Pentacles. Oh, powerkoppel heb ik hier. Twee mensen die met elkaar matchen. Beide gefocust op stabiliteit en werk. Maar toch, Weegschaal, heb ik het idee dat jij het vindt dat het heel langzaam gaat, heel traag. En misschien heb je voel je je heel erg connected met iemand. En dat je denkt, my god, wat gaat het langzaam. En dat komt omdat je natuurlijk allemaal misschien die little sparklings hebt. Hè? Dat je opgewonden bent, dat je het leuk vindt. En dat je denkt van, oh, kan het niet sneller? Maar juist door jouw haast, wil ik bijna zeggen, door jouw gevoel van, ik wil dat het sneller gaat, gaat de slak langzamer. En dat komt omdat je ingrijpt, in wil grijpen, in go with the flow. Hè? Als je gewoon in the moment bent en je bent gewoon in het hier en nu en ook in je hartchakra, dan is alles is goed. Maar zodra je in je hoofd gaat en je denkt, kan dit niet sneller? Dan frustreer je jezelf alleen maar omdat je met al die gevoelens zit. Want ik zie wel degelijk dat er gevoelens zijn. En het enige wat je hoeft te doen is, ja, die gevoelens heb ik. Ik heb gevoelens. Ook al zit je aan een tafeltje voor één, is de tweede persoon nergens te bekennen. Denk je van, schiet eens op slak. Ik zit hier te wachten, mijn tafeltje voor één. Waar is die tafeltje voor twee? Waar is die tweede persoon? Maar alles gaat zoals het gaat. Ook al voel je dingen, dan nog voel je de dingen, hè? Heeft niks te maken met of iemand wel of niet aanwezig is. Of de realiteit misschien niet overeenkomt altijd met jouw verwachtingen. Hè? Van we voelen iets en we plakken daar een beeld aan vast. We verwachten iets vervolgens. En dan zit je daar alleen aan je tafel voor één. Je denkt, schiet eens op slak. Waarom moet dat zo lang duren? Maar je kunt altijd kijken van, als je maar niet van dat gevoel afgaat. Van, zie je wel, ik voel het niet goed. Dat is verkeerd, want dan ga je ingrijpen in wat is. En je moet eigenlijk laten wat is. Dus niet ingrijpen, willen veranderen zoals het gaat. Ook al is er niemand en zit je alleen aan de tafel, dat is de realiteit. Maar je gevoel is nog steeds hetzelfde. En daar gaat het om. Je gevoel is goed. Je gevoel kun je niet veranderen, je voelt wat je voelt. Alleen de realiteit, als jij het zou willen zien, misschien ook wel de snelheid van de tijd of hoe langzaam het gaat. Ik wil het sneller of ik wil het langzamer of ik wil het. Maar het gaat zoals het gaat. Dus go with the flow is het beste. Voor jou ook het meest rustige. Want als je gaat ingrijpen van ik wil dat de tijd sneller gaat. Ik wil dat deze slak sneller gaat. Dan wil je ingrijpen in wat is. Het is zoals het is. Je kunt niet iets veranderen wat niet is of wat wil is. Dus
Het is zoals het is. De slak is de slak. En het is geen hazewindhond, de slak. Dus iets gaat zoals het gaat. En daarbij hoef je dus niet je gevoel in twijfel te trekken. Je hoeft niet te twijfelen aan je gevoel. Mijn gevoel is dat ik voel wat ik voel. Maar omdat mijn realiteit anders is dan dat ik het in mijn hoofd heb, en omdat je misschien in een bepaalde enthousiasme zit, wil je dat het sneller gaat. Denk je van, ja, schiet eens op, slak, want ik zit hier te wachten, ik ben de enige hier. Dat wil niet zeggen dat dat kan ervoor zorgen geweest gehad dat de boel vertraagt. Dus jij denkt, het is de ander die de boel vertraagt, maar je bent zelf degene die de boel vertraagt door in je hoofd te gaan zitten. Door gewoon bij je gevoel te blijven. En oké, het is de realiteit is niet zo direct zoals ik het wil. Maar dat wil nog niet zeggen dat het gevoel niet goed is zoals je je voelt. Je gevoel zit goed, alleen de realiteit is nog niet daar. En dan zou je kunnen communiceren. Als ik zelf nog uit mijn woorden kom. Je kunt communiceren, want waarom de realiteit niet is zoals je gevoel is. Daar kun je over communiceren. Maar je gevoel is je gevoel. Daar valt niet aan te twijfelen. Waar je aan zou kunnen schaven is hoe langzaam of hoe snel jij wil dat iets gaat. En als het dus niet strookt met de realiteit, dan dan heb je dus twee feiten. De realiteit is anders dan ik verwacht en mijn gevoel is er wel. Dus ja, we hebben hier te maken met een soort van jezelf druk maken over de tijd, de snelheid, waarin iets moet plaatsvinden volgens jou. En als je dat loslaat en je voelt gewoon wat je voelt en je go with the flow, dan is er niks aan de hand. Dan zit je gewoon in een hele goede energieweegschaal. Dus succes en tot de volgende keer. Doei doei!